sta hier bij Wijkbureau Zuidwest en vandaag gaan we het hebben over internethulpverlening van Doenja Dienstverlening. Wat je er precies mee kan en wat het precies inhoudt, dat horen we zo meteen. Jij bent de medewerker als het gaat om de internethulpverlening. En wat houdt internethulpverlening nou precies in? Het is een gratis hulpverlening. Je kan je inloggen en eigenlijk kan je er terecht voor al je vragen en problemen. En van jongeren moet je dan bijvoorbeeld denken aan dat ze problemen hebben met hun ouders. Of problemen hebben op school. Of financiële problemen hebben. Niet weten waar ze, hoe ze moeten uitkomen. Te weinig geld krijgen. Noem maar op. Maar ook vragen over relaties. Dit is de website. Dat is www.klikvoorhulp.nl. En dan /Doenja. En dan kan je een account aanmaken. En dat is gratis en anoniem. Dus wij weten niet wie je bent. We weten niet waar je woont. Het enige wat je ons vertelt is welke postcode je hebt. Zodat je bij ons terechtkomt. Wat is nou het meest heftige mailtje wat je ooit hebt gekregen? Dat zijn toch wel de vragen van crisis. Dus als iemand heel erg somber is. Dan spreek je van depressiviteit. Mensen die een einde aan hun leven willen maken. Het niet meer zien zitten. Dat zijn toch wel de heftigste casussen die we binnenkrijgen, de heftigste vragen. En wat doe je dan precies? Stel dat je zo'n mailtje binnenkrijgt of over kindermishandeling, dat zou ook goed kunnen, denk ik. Ja, dat is ook heel heftig. Schakelen jullie dan ook de politie in of andere hulpverleners? De hulpverlening is gratis en anoniem. En dat laatste betekent dat wij niet weten wie je bent, niet weten waar mensen wonen. En dat is aan de ene kant een voordeel, want dat is voor, als je een vraag hebt of een probleem, is het natuurlijk heel fijn dat het anoniem is. En aan de andere kant geeft het ook zijn grens aan wat wij kunnen doen. Want wij kunnen de politie wel bellen, maar dan weten we niet waar die mensen wonen. Okay. Een antwoord heb ik getypt voor deze mevrouw. En ik wil eigenlijk even met jou meekijken of er nog iets bij moet. Ja. Ja, ze geeft eigenlijk verschillende dingen aan, hè, in haar verhaal. Ja. Dat het niet alleen relatieproblemen zijn, maar ook lichamelijke problemen, psychische problemen. Ze vraagt en concrete informatie, maar ze geeft ook iets aan dat het in de communicatie niet lekker loopt. Mm-hmm. En communicatie is nou niet iets wat je op papier heel goed kan veranderen. Mm-hmm. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je daar nog een signaal in meegeeft van dat als ze dat zou willen, dat ook een mogelijkheid is. Ja. Internethulpverlening, is dat een bijdrage of is dat een soort aanvulling? Het is een aanvulling op het bestaande aanbod. Zowel van de huisarts als van de psycholoog. Hè. Mensen die gaan daar, moeten daar toch naar de spreekkamer toe. En internethulpverlening kan op het moment dat het jou uitkomt. Ik ben ook eigenlijk nieuwsgierig of je nou een supervrouw moet zijn of niet. Want je moet met mensen communiceren. Je moet doorvragen. Mm-hmm. Je moet dingen bespreken. Waarbij ik eigenlijk denk van, je moet heel veel dingen tegelijk. En hoe doe je dat dan in je eentje? Ja, iedereen in ons team die heeft een HBO-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Die heeft het diploma ook binnen, anders kom je niet bij ons aan de bak. En als je internethulpverlening geeft, wij hebben daar gewoon een scholing voor gehad. De mensen die dat doen. Dus dat is wel, daar hebben we wel, we zijn niet zomaar achter de computer gaan zitten. We hebben daar wel een training voor gehad. Hoe doe je dat? En wat zeg je wel, wat zeg je niet? En hoe weet je nou precies wat de vraag is als iemand een berichtje stuurt? En hoe moet je antwoorden? Dus dat is wel, daar hebben we wel scholing voor gehad. En is dat alleen voor de inwoners van Transwijk en Kanarieland of is dat voor iedereen in Utrecht? Het is voor iedereen in Utrecht. Alleen bij Doenja, wij zitten in de wijken Kanaleneiland, Rivieren, Dichterswijk en Transwijk en in Leidse Rijn. Dus als je daar woont, dan kom je bij ons terecht. En als je in een andere wijk woont, dan kom je bij een andere organisatie terecht. Can anybody fly?